Tijdens de Miss België-verkiezing afgelopen weekend werd gelukkig een mogelijke aanslag verijdeld. Een vanzelfsprekendheid voor de mensen die instonden voor de beveiliging. Discrete beveiliging. Dat is eigenlijk waar Titanium Security verstaat. Opgaan in de massa. Is er een chic feest, dan gaan onze agenten verkleed in galakostuum. Is er een autosalon, dan gaan die mannen verkleed als massaverkopers. Verstaan? Onzichtbaar zorgen voor uw veiligheid. Dat is een titaniumbelofte. En gasten? Yep. Nee, het is niet omdat die kleken dragen en een soutien aan hebben dat dat geen koelbloedige vechtmachines niet meer zijn. Hè? PJ bijvoorbeeld, die heeft wat kennis van de Oosterse gevechtsporten. Maar die heeft het eigenlijk gecombineerd tot één dodelijke kunstvorm. Hé, Pi? Dat is de cobra. Ik wil er niet tegenkomen, ze. En de Mike, die is een grootste kwaliteit, is zijn nuchterheid en het inschatten van situaties. Dus zaterdagavond, onze collega Timo ziet een verdacht individu. Die assent daar onmiddellijk deur aan de Mike. Dus ik zie een gewaren, ik geef een go aan PJ. Ik chargeer en met behulp van mijn jartel heb ik dat manspersoon feitelijk wat tegen de grond kunnen worstelen. Dreiging geneutraliseerd. En niemand wist dat wij er geweest zijn, hè. Opgaan in de massa. Dat is een titaniumbelofte. En het feest van de schoonheid is gewoon kunnen doorgaan. Ja, oké, okay, maar waarom hebben jullie nu dan nog altijd die kleren aan? Ja, gek vooral door feitelijk zo chameleonsgewijs op te gaan in onze missenrol, hebben we het uiteindelijk geschopt tot eerste en tweede eredame. Ja, ik ben net nu wel de eerste eredame geworden, maar voor hetzelfde geld was dat omgedraaid, hè. Dat was het PJ. Wat dat nam eruit gestoken net tijdens de talentenronde, chapeau, hè. 45 keer balken in ogen houden terwijl ik een halve liter naar binnen knalde, dat hebben ze een miskandidaat nog niet veel zin doen. Zo. En eerlijk gezegd, ik heb ook wel een beetje chance gehad met de vragenronde natuurlijk. Wat kan toevallig juste ervoor nog een beetje mijn hoofdsteen gestudeerd? Dat is zot. Paraguay. Ascension? Precies, Wikipedia. Voilà. Ja, maar nu zijn wij wel in zo'n maalstroom beland van fotoshoots en handtekeningen en mediamogelijkheden en dit en dat. Ja, hier PJ, morgen, je mag naar Poperingen, een fitnesscentrum gaan inhuldigen. En Amina is gevraagd voor een playcafé te presenteren. PJ, morgen kun je niet, wij moeten die Europese top gaan beveiligen. Kjell, ik ga nooit meer zo jong en begeerlijk zijn als nu. Ja, Kjell, je verstaat je toch ook wel, maar kun die kansen niet laten schieten, zeg. Playcafé, hein? Dan zullen we met twee die een Europese top gaan beveiligen, Timo. We hebben ook ambities in de media. Zot, dat is één groot circus, die media. Een grote slangenkuil. Pikt jij mij op morgen vroeg? Zo. Ik zou er mee oppassen, chef.